In tegenstelling tot gisteren verschenen vandaag wel een voltallige selectie op het trainingsveld van de toekomst. En dat was mooi voor de vele fans die waren afgekomen op de open training, die Frank de Boer de kans gaf verder te schaven aan zijn selectie. Wellicht gunt hij zondag speeltijd aan Derk Boerrichter. De linksbuiten deed maandagavond een halve wedstrijd mee met Jong Ajax tegen Jong Twente in de Supercup voor belofte. En misschien dat hij zondag samen wel met Miralem Soleimani de vleugels bezet. Ook hij deed maandag 3 kwartier mee tegen de Tukkers. En deze Jasper Sillissen lijkt zondag op de bank te gaan starten, want na zijn basisplaats in de Johan Cruijffschaal lijkt Kenneth Vermeer opnieuw onder de lat te zullen staan. Net als Soleimani en Boerrichter speelde ook Christian Eriksen maandagavond mee met Jong Ajax. Het zou echter kunnen dat het nog even duurt voordat de Deen zich weer meldt in de concurrentiestrijd op het middenveld. Voor Kolbein Sigtorsson is de komende wedstrijd in ieder geval speciaal. De IJslander speelde 1 jaar voor AZ, maar moest na zijn transfer naar Ajax vorig seizoen alle ontmoetingen met zijn oude club missen. Of hij zondag direct trefzeker kan zijn, kunt u zelf in de arena bekijken, want voor Ajax AZ zijn nog enkele duizenden kaarten beschikbaar.